الله مولانا وكافل أمرنا في هذه الدنيا وبعد فنائي، بشرى لنا إنا وجدنا مؤنسا ربا رحيما كاشف الغم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. Geachte luisteraars, dit is het derde programma in het Nederlands en Vlaams. Dit is voor de Vlamingen en voor de Nederlanders en alle andere landen of alle andere mensen die Nederlands spreken. De eerste twee programma's hebben wij gesproken over wat Ahmadiyya is. Waarom de beloofde Messias, de stichter van deze beweging, haar de naam Ahmadiyya heeft gegeven. We hebben uitgelegd wat het verschil is tussen moslim, tussen gelovigen en ongelovigen. Of tussen moslim en een gelovige, mu'min en moslim. Uiteindelijk heb ik ook uitgelegd wat Rahman is en wat Rahim is, de twee eigenschappen van Allah. En hoe deze twee eigenschappen zich relateren tot Mohammed en Ahmed. Ik zal even kort samenvatting maken, alvorens ik aanvang met het onderwerp voor vandaag. Rahman en Rahim ga ik eerst uitleggen. Ik heb uitgelegd dat Rahman, God, Bismillahirrahmanirrahim, in naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Ar-Rahman is degene die de gunsten schenkt aan de mensen, aan dieren, etc. Het hele universum, zonder enige inspanning van onze kant. Hierdoor is hij natuurlijk, wordt Allah hierdoor geprezen. Daarom begint Surat al-Fatiha met Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alle lof zij Allah. Want het hele universum wordt geregeerd door deze twee eigenschappen, Rahman en Rahim. Dus Allah is degene die wordt geprezen. En dus logischerwijze is Allah onze geliefde. Hij is de geliefde voor de gelovigen. Wij zijn zijn minnaars. En in het systeem van Allah zien wij ook dat Allah door uit zijn barmhartigheid, uit zijn in het Arabisch Rahmaniyya, alles onderdanig heeft gemaakt aan de mensheid. Zoals dieren zijn ondergeschikt aan de mens. Of zoals ik heb uitgelegd. Bijvoorbeeld als iemand een wond heeft, of een dier een wond heeft, deze raakt geïnfecteerd, dan dienen wij anti-infectiemiddelen te gebruiken. Hier gaan bepaalde bacteriën hiermee dood. Dit is voor de overleving van het levende soort, oftewel het organisme. Dus het inferieure wordt hierdoor ondergeschikt gemaakt aan het superieure. Tegelijkertijd, dat wil zeggen dus dat Rahman met zich de natuur draagt van glorie, van majesteit. Zoals de heilige profeet in Medina, toen de ongelovigen hem aanvielen, hij het zwaard hief. De heilige profeet nam het zwaard en verdedigde zichzelf voor de vrijheid van godsdienst. Hierdoor werden mensen die zich als beesten gedragen, die agressief gedroegen, werden deze mensen duidelijk de oorlog verklaard. Hier ziet u heel duidelijk dat de heilige profeet de eigenschap van Rahman reflecteerde. Dus de heilige profeet was degene hier die werd geprezen
En hij was de geliefde. De heilige profeet was de manifestatie van de eigenschap Rahman. Dit is heel duidelijk. Terwijl wij de eigenschap Rahim, dus ik heb nu uitgelegd Rahman, eigenschap van Allah, ten volle gereflecteerd door de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nu ga ik naar de eigenschap Rahim. Ik heb uitgelegd, Rahim is degene, dit is een speciale eigenschap dat die zich manifesteert voor de mensen die Allah aanbidden, die oprecht zijn, oftewel de gelovigen. Rahim is degene die de gelovigen beloont vanwege hun inspanning. Dat wil zeggen, Rahim is degene, logischerwijze, die hierdoor de gelovigen prijst. Oftewel, door de toewijding van de dienaar tegenover Allah, gaat Allah hem liefhebben. Dit is tegenovergesteld van Rahman. In dit geval is Allah de liefhebber, de minnaar. En de dienaar wordt hier degene die wordt geprezen. En heel duidelijk, wat ik duidelijk wil maken, is dat in Mekka de heilige profeet nooit het zwaard heeft opgeheven. De heilige profeet had de mensheid lief. De heilige profeet heeft zich volledig toegewijd voor de aanbidding van Allah. De heilige profeet was de manifestatie van de eigenschap Rahim, oftewel Ahmed. Ahmed is degene die lof prijst. Degene die, dus heel duidelijk, degene die de manifestatie is van schoonheid. Hij is degene die de minnaar is. Ik heb duidelijk gemaakt dat in de tijd van de heilige profeet en zelfs na zijn tijd de volgelingen van de heilige profeet de eigenschap van Mohammed reflecteerden, weerkaatsten. Dat wil zeggen de eigenschap van Rahmaniyya, oftewel het tijdperk van Mohammediyya. Rahim, dat is een eigenschap die zich reflecteerde in Mekka. En er is een belofte dat deze eigenschap zich aan het einde van de tijden opnieuw zich zal reflecteren onder de volgelingen van de heilige profeet. Die zullen worden geleid door de Mahdi, de imam Mahdi. Maar dat is een ander onderwerp die ik later zal bespreken. Ten tweede had ik gesproken over het feit dat Allah nog steeds ziet. Hij is Samia, hij is Basir, hij hoort, hij ziet en hij spreekt nog steeds. Deze eigenschap heb ik duidelijk uitgelegd. Hoe kan men bewijzen dat Allah in het verleden heeft gehoord, had ik uitgelegd, of had gezien, of dat hij heeft gesproken. Dat kan alleen maar indien Allah nu nog steeds hoort, ziet en spreekt. En hoe kan Allah nu nog steeds spreken indien Allah een dienaar, een van zijn dienaren stuurt, een moslim, over wie Allah de engelen zal laten nederdalen, tot wie de engelen zullen spreken. En deze persoon zal een bewijs zijn van het feit dat Allah in het verleden had gesproken. Zelfs verder, indien Allah niet meer spreekt, waar is het bewijs dat hij Sami' al-Basir is, dat Allah hoort en ziet? Indien iemand in een kamer zit en u spreekt tegen deze persoon en deze persoon antwoordt niet, u zegt spreek tegen mij, maar hij spreekt niet, waar is bewijs dat hij hoort en ziet? Misschien is hij gestorven. Dus Allah manifesteert zich in deze tijd zoals hij zich in het verleden heeft gemanifesteerd. Ik ga in deze programma wil ik uitleggen wat geloof is. De noodzaak dat er ieder tijd een hervormer van Allah moet worden gestuurd. Natuurlijk ga ik stap voor stap een volgende programma met het onderwerp verder over de gelijkenissen tussen de dispensatie, oftewel het volk van de heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen met hem, en het volk van Mozes, de gelijkenissen die duidelijk zijn te vinden in de Koran en die letterlijk een feit zijn in de geschiedenis. En daarna ga ik stap voor stap verder
over Jezus, de dood van Jezus, vrede zijn met hem, en over de stichter van de gemeenschap, of het profeetschap, etc. Wat is geloof? Dit is een ontzettend belangrijke principe. De basisprincipe van ieder godsdienst is natuurlijk geloof. Geloof wil zeggen natuurlijk acceptatie van een profeet of acceptatie van een profeet. Maar hoe? Of men kan simpel zeggen, geloof wil zeggen het herkennen van Allah, van God. Het geloven, het volledig bewustzijn van het bestaan van Allah. Dit is de externe betekenis. Gaan we dieper. Geloof, zoals de profeten ons hebben geleerd. Dat wil zeggen dat wij het ongeziene accepteren zoals het is. Het ongeziene is het ongeziene. Dat wil zeggen dat wij natuurlijk, een gelovige is niet degene die alleen maar absolute wetenschappelijke bewijzen wil hebben alvorens hij in God gaat geloven. Of dat hij al zijn zintuigen, waarnemingen gaat gebruiken om God te zien of onderzoek te verrichten. Nee, waarom niet? Het kan wel, maar tot een bepaalde graad. Want het herkennen van God behoort tot de wereld, tot de geestelijke wereld. Geestelijke beloning en de waarde daarvan is afhankelijk van de nabijheid die men heeft tot Allah. En de nabijheid van Allah is niet afhankelijk van enige wetenschappelijke onderzoek, maar is afhankelijk van het hart van de mens. Dat is in het Arabisch de taqwa, de godvrezendheid. Wat is godvrezendheid? Dat wil zeggen, de basisbetekenis, dat men vrees heeft, dat men de liefde van Allah verliest, waardoor men zich volledig gaat toewijden om de liefde en tevredenheid en welbehagen van Allah te winnen. Dat wil zeggen, een gelovige gaat niet extreem in onderzoek. Die gaat niet in ieder detail. Die gaat niet zeggen, indien al bijvoorbeeld toen de heilige profeet verscheen, een gelovige onder de Joden of Christenen, of wie dan ook, of welke boek dan ook, welke volk van het boek dan ook, die gaat natuurlijk niet zeggen, alvorens alle profetieën met betrekking tot deze profeet zijn vervuld, alvorens ze allemaal zijn vervuld, dan gaan wij geloven in deze profeet. Alvorens ze allemaal zijn vervuld, gaan wij niet geloven in deze profeet. Dit is fout om eerst te zeggen dat wij in alle profetieën moeten worden vervuld, dan gaan wij in deze profeet geloven. Nee, een gelovige handelt niet op deze manier. Ik had vorige keer uitgelegd, een gelovige zegt, ik heb een boodschapper van Allah gehoord of een oproeper. Hij spoort ons aan om te geloven in de ene Allah en wij geloven. Indien hij een leugenaar is, zal hij door Allah worden bestraft. Indien hij de waarheid spreekt, dan zullen wij natuurlijk de vruchten daarvan proeven of zullen wij de vruchten daarvan wel zien. Dit is geloof. Dit is datgene wat de deur van goddelijke barmhartigheid opent. Indien kennis slechts ratio genoeg was om Allah te bereiken, dan hadden alle geleerden in het verleden wetenschappers Allah ontdekt. Geloof kan alleen maar verstevigd worden, sterk worden gemaakt door middel van kennis. Kennis, geestelijke kennis, natuurlijk gedeeltelijk ook wetenschappelijke kennis, gebed, aanbidding, reflectie, observatie, waarneming. God natuurlijk zal de beschermer zijn van deze persoon en hij zal hem leiden, zoals in het Arabisch wordt gezegd, van ilmul yaqeen naar aynul yaqeen, van aynul yaqeen naar haqqul yaqeen. Ilmul yaqeen, dat wil zeggen kennis die men verkrijgt door hoe? Door middel van gevolgtrekking.
Dus onderzoek die men verricht. Aynul yaqeen, dat is zekerheid van geloof die men verkrijgt doordat Allah dichter bij ons komt. Wij komen dichter bij Allah. Wij krijgen dromen. Onze gebeden waren dromen. Onze gebeden worden verhoord. Wij zien visioenen, et cetera. Aynul haqqul yaqeen wil zeggen dat men in de buurt van Allah, dat men in de buurt van Allah komt, men Allah ervaart en onze ego volledig onderwerpen aan de wil van Allah, dat onze harten volledig worden gezuiverd. Dat onze hart, liefde van Allah, de natuur wordt. Niet een deel, maar de natuur wordt van onze hart. Dat is wat de beloofde Messias heeft uitgelegd. Ik ga bijvoorbeeld, beloofde Messias heeft duidelijk gemaakt de verschil tussen deze drie stadia als iemand die op afstand rook ziet, maar het vuur. Iemand op afstand rook ziet, maar het vuur niet ziet. Indien hij dichterbij komt, ziet hij het vuur. Indien hij in de nabijheid van het vuur komt, ervaart hij de warmte van het vuur. Wat wil zeggen dus? Dus wat is de definitie van geloof? Geloof betekent dat men gelooft in bepaalde zaken welke nog steeds tot een bepaalde hoogte, tot de wereld van het ongeziene behoort of behoren. Dat wil zeggen dat ons verstand dit nog steeds niet volledig kan omvatten. Nog dat wij zulke graden hebben bereikt van geestelijke hoogtes, dat wij door middel van onze geestelijke ogen Allah kunnen zien. Of de engelen kunnen zien, of de geestelijke wereld kunnen zien. Dat wil zeggen, geloof dat gebaseerd is, gedeeltelijk gebaseerd is op, zoals we in het Engels zeggen, probability, of op waarschijnlijkheid, mogelijkheid. Op een mogelijkheid, waarschijnlijkheid. Er blijft een kleine ruimte niet van waarschijnlijkheid over. Dit is de ware filosofie die ons geleerd is door de profeten, waardoor miljoenen mensen de hemelse zegeningen hebben verkregen en ontzettend veel mensen het niveau hebben bereikt van volmaakt begrip. Ik zal een hadith Qudsi aanhalen, waarin, ik zal het eerst in het Arabisch lezen, waarin Allah duidelijk, waarin duidelijk wordt gemaakt wat geloof is. An Abi Huraira radiyallahu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaika, sayyaratan fudlan, يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهم أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك يهللونك يحمدونك ويسألونك قال ما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا يستجيرونك قال ممن يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا ويقول الله فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا يقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء
innama marra fajalasa ma'ahum fayaqul walahu ghafart humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ik zal de vertaling daarvan lezen. Ontzettend interessant. Exactly wat ik heb uitgelegd. Abu Huraira vertelt dat de heilige profeet vrede zij met hem zei. Aan Allah behoren enkele engelen van hoge rang toe, die altijd op zoek zijn naar mensen die samenkomen, om Allah te gedenken. Wanneer zij een bijeenkomst vinden die bezig is met het gedenken van Allah de Almachtige, dan voegen de engelen zich bij hen en spreiden hun vleugels over hen uit en zweven boven elkaar tot de ruimte tussen de aarde en dichtstbijzijnde hemel met hun aanwezigheid is gevuld. Wanneer de mensen uiteengaan, dan vertrekken zij ook, weer opstijgend ten hemel. Dan vraagt de Almachtige hen, waar komen jullie vandaan? Zij antwoorden, we komen van enige dienaren van u, die u aan het verheerlijken waren door uw grootheid te prijzen, uw eenheid te verkondigen, u te verheerlijken en u nederig te smeken. Dan vraagt de Almachtige, wat vroegen zij van mij? De engelen zeggen, zij vroegen u om uw paradijs. Dan informeert Allah, hebben ze mijn paradijs gezien? De engelen antwoorden, nee, zij hebben uw paradijs niet gezien. Dit is wat ik bedoelde, geloof. En als ze mijn paradijs hadden gezien, roept Allah uit. Ze zoeken ook toevlucht bij u, vervolgen de engelen. Waarvoor zoeken ze mij toevlucht, zegt Allah, voor uw vuur. Allah zegt, hebben ze mijn vuur gezien? De engelen zeggen, nee, dat hebben ze niet. En wat als ze mijn vuur hadden gezien, roept Allah uit. Dan zeggen de engelen, ze vragen u om vergiffenis. Allah zegt, ik heb dit ingewilligd. Ik heb hen alles toegewezen waarom ze mij smeekten. En ik heb hun de toevlucht gegeven die ze bij mij zochten. Dan zeggen de engelen, o onze Heer, er was iemand onder hen die buitengewoon zondig was. Hij kwam net voorbij en ging een tijd bij hen zitten. Zelfs hem heb ik vergeven, zegt Allah. Ze zijn zo gezegend dat niemand die toevallig in hun gezelschap vertoeft, ongezegend blijft. Dit is wat ik duidelijk wil maken, wat geloof is. In de natuur schijnt het blijkbaar een wet te zijn dat geen belangrijke behoefte onvervuld blijft, via de weg van het geloof, zoals ik heb uitgelegd. Honger verschaft voedsel. Een uitgedroogd land trekt de benodigde regen aan. Levende soorten ontwikkelen geaardheden die nodig zijn voor zijn instinct tot overleven. Volkeren vertonen de neiging om kwaliteiten te ontwikkelen die gevraagd worden in tijden van nood. Deze wet, die op grote schaal duidelijk in de natuur voorkomt, is zelfs nog waarachtiger in de geestelijke wereld. Het zou onbegrijpelijk zijn dat de God van overvloed, zo nobel, alles voor onze lichamelijke behoeftes verschaft, en dat hij het zou nalaten hetzelfde te doen voor onze geestelijke behoeften. Dat wil zeggen, de geestelijke wereld en de stoffelijke wereld gaan gepaard met elkaar. Dat wil zeggen, wat geldt voor de stoffelijke wereld, geldt natuurlijk ook voor de geestelijke wereld. Ik ga verder. Ik zal een paar verzen vanuit de Heilige Koran voorlezen. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. En wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat ertussen is niet als een game, als een spel geschapen. Wij schiepen deze slechts in waarheid, met een doel. Maar de meeste mensen begrijpen dit niet. Dat wil heel duidelijk zeggen, Allah heeft
alles met een bepaalde doel gecreëerd. Dit is geen toevalligheid. Hieruit volgt dat iedere keer als de mens dit doel, belangrijke doel, welk belangrijke doel? Dat wij geloof in de profeten moeten hebben, zodat wij Allah kunnen zien met, door middel van onze geestelijke ogen. Dat wij kunnen drinken vanuit het fontein van de, vanuit het fontein in de geestelijke wereld, van het hemelse fontein. Zodat onze harten volledig gelest worden. Dat wil zeggen volmaakte overtuiging met betrekking tot de dag des oordeels. Dat wil zeggen, telkens wanneer de mens dit belangrijke doel, de aanbidding van Allah, volledig met zijn hart uit het oog verliest, dan telkens wanneer zij zich afwenden, dan zal Allah hen leiden. Allah zal hen zeker leiden om hen boven hun zwakheden uit te helpen en hen nogmaals op het rechte pad te zetten. Zoals Allah zegt in de Heilige Koran, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Ik ga de vertaling geven. En wij hebben de aarde uitgespreid. Wij hebben er hechte bergen op geplaatst. En wij doen er allerlei noodzakelijke dingen in de juiste maat opgroeien. Waarvan wij voor u en degene die gij niet onderhoudt, dus degene die gij niet onderhoudt, bestaansmiddelen verstrekken. Er is niets of de schatten ervan zijn bij Allah, bij ons, zegt Allah hier. En wij zenden deze slechts in bepaalde mate neder, alweer in bepaalde mate. Wij zenden bestuivende winden, daarna zenden wij water uit de wolken neder, geven u dan te drinken. En u bent niet degene, o mens, die daar controle over heeft, die dit vergaart. En voorwaar, wij zijn het die leven geven. Wij zijn degene die laten sterven. Wij zijn de erfgenamen. Wij kennen degene onder u die vooruit gaan. En wij kennen degene die achterblijven. Voorzeker, uw Heer zal hen allen verzamelen. Voorwaar, hij is alwetend, alwijs. Deze verzen die ik net heb opgenoemd, zijn ontzettend belangrijk. Het feit dat Allah de aarde aanhaalt, de bergen, hemelswater, de regen. Dit zijn omdat de geestelijke wereld niet kan worden bevat. Zoals ik al eerder heb uitgelegd. Dit behoort tot de weer geestelijke wereld. En men dit nog niet kan omvatten. Indien men niet de geestelijke rang heeft bereikt. Dat men dit kan waarnemen. Geeft Allah in de Koran voorbeelden aan in de stoffelijke wereld, zodat wij de geestelijke wereld kunnen begrijpen. De bergen, bedoelt Allah hiermee, bergen zijn natuurlijk waterreservoirs. U ziet de wolken. Uiteindelijk, de omzetting vindt plaats aan de top van de bergen. Men ziet daar sneeuw en uiteindelijk ziet men dat de sneeuw langzamerhand smelt. Langzamerhand smelt. En dat het water wordt gezuiverd. En zo ziet men dat deze richting, de water richting rivieren gaat. Of dat de rivieren ontstaan, et cetera. In ieder geval, in de volgende programma ga ik verder.
met dit onderwerp. Met betrekking tot het geloof en de noodzaak van een hervormer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.